kan niet zo los van de adviezen die zij gegeven. Ga je adviezen overboord gooien en wordt niet geluisterd. En dan werd wat goedgekeurd. Maar ik wil niet verder uitwijzen. Laat me de voorzitter van CC van de Boer. Tenminste, als hij aan het woord komt, zal hij uitleg geven van verder. Maar in elk geval, wij slapen niet. Het moment is al aangebroken. We hebben keer op keer gewaarschuwd voor deze situatie. We hebben vaak gezegd van overheid, de regering, laat het niet zo ver komen om alle lidorganisaties van de KOL, die tenminste de bond is aangesloten, laten ze niet stemmen. Maar het moment gaat nou even. Ja? Dank u wel. Okay. En de aanleiding hiertoe is dus dat we geconfronteerd zijn met de wetswijzigingen met betrekking tot de BTW-wet. We hebben een paar weken terug hebben we dus ook een persconferentie belegd en hebben we dus daar duidelijk aangegeven hoe die regering via een sleuproute, hebben we het genoemd, van een initiatiefwet, ja, een zogenaamde initiatiefwet van Aluma en Carto, hoe ze die sleuproep hebben gevallen om die wet door te drukken. Ja, hebben politiek alles dichtgetimmerd, iedereen van stel gehaald om die stemming in het hols van de nacht te halen. En uiteindelijk een wet op ons, hoe meer dat, af te roepen, laat me dat zo uitdrukken, waarbij we merken dat alle bepalingen uit die wetswijzigingen, voortvloeiend uit die wetswijzigingen, bijzonder zwaar drukken op het budget van werkers. En alleen op het budget van werkers. Omdat de bepalingen, ja, die zijn allemaal afwentelbaar op ons. We gaan daar straks dieper op in. Maar wat u moet weten is dus dat de belastingdruk op een hele onevenredige manier wordt verspreid door die wet. Ik zei het al in die vorige persconferentie. We hebben vanaf begin als C47, als vakbeweging, een belangrijke rol gespeeld in de discussie over die wet. En onze toon was altijd van jere, leg die druk waar die de geweld gelegd moet worden. Toch? En eigenlijk klinkt het zo stereotyp. Maar tante kassa, die gooit ik aan money van money day. Ook bij deze vorm van belasting. Dat is niet gebeurd. Ja, dat is niet gebeurd. Waar dat gebeurde. En het was al in die wet. Heeft men dat stuk gewoon niet uitgevoerd. Dan gaat het met name om BTW of valutatransacties. U moet een fundamenteel punt goed vasthouden. We hebben de regering van Meter en van der Pruijs van kijk. Daar is er, bij valutatransacties, is er inkomen voor jou. Het heeft veel voordelen. Je haalt geld uit
die sector. En twee, BTO of valuta transacties, gaat uiteindelijk die inflatie verminderen. Omdat hij beïnvloedt een vraag naar valuta. Ja. Men doet dat niet. Men verschuift juist de belastingdruk. En je kunt zoeken valuta, of tenminste inkomen, naar BTW op brandstof. Wat juist inflatie creëert. Wat juist inflatie creëert. Om kennelijk vriendjes of wie dan ook te beschermen. Ja, je moet goed onthouden dat dat hele gebeuren is gewoon een belangenstrijd. En dan zie je duidelijk welke belangen daar prioriteit hebben. Een paar bril, hè? Ja. Ah, ja. Laat me beginnen met de BTW op brandstof. Men wil die BTW brengen van 5% naar 10%. Men wil brengen, is al gebracht van 5% naar 10%. Ja. In een periode waar de brandstofprijs piekt. Waar de brandstofprijs gaat naar boven de 50. U kent het karakter van brandstof. Brandstof werkt door in alles. Brandstof werkt door in alles. Dus hij veroorzaakt ook meer inflatie. Ja, nogmaals, in een periode van verhoogde brandstofprijzen, een percentage daarbovenop gaat naar transportkosten, gaat naar andere productiekosten, gaat naar weet ik veel waar. Dus inflatie. We hebben zelfs in deze periode, ja, heeft men ook aangekondigd, of tenminste, nutsvoorzieningen, die zijn ook onderhevig aan BTW. In een periode waar SWM verhogingen doorvoert, EBS verhogingen doorgevoerd. Dus alles werkt cumulatief. Alles werkt cumulatief. Ik heb niet het idee dat die regering doorheeft. Zij is zo blind geworden. Dat die regering doorheeft. Wat de impact is. Wat de impact is van deze maatregel. Ja. Het is gewoon. Het gaat gewoon onbetaalbaar voor ons zijn. Onbetaalbaar. Naast bepalingen over BTW op huishuur, BTW op begrafeniskosten. Ik heb begrepen van deskundigen dat praktisch onuitvoerbaar gaat zijn. Maar goed, het staat in die wet. Al dit soort bepalingen. Maar dan zijn we nog niet klaar. Niet alleen de vakbeweging. Het is goed dat ze ook daarover interviewt. Maar ook het bedrijfsleven heeft problemen met die wet.
Omdat voor een aantal producten, belangrijke producten, gaan de productiekosten omhoog. Een heel technisch verhaal met vrijstelling en nultarief en dat soort dingen, maar hoe nou weer ons in aan dat idee. Heeft invloed op productiekosten van agrarische producten. Sansa we nyang, sansa we dringi. Eén daarvan is rijst, hoofdvoedsel. Je krijgt een verhoging van de kostprijs, waar ook de verkoopprijs van rijst omhoog gaat. Dus dat komt er ook nog bij. Dus we komen terecht in een situatie waarbij zaken onbetaalbaar zijn. En die regering komt ook met even hier, zogenaamde valse berekeningen van inflatieverwachting is weet ik veel hoeveel procent. Ja. En ver onder wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt. De schattingen van de afgelopen 3 jaar zijn altijd zeker de helft geweest. Onder van wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Van 2020 hebben we schatten over de 20% talanga over de 60. Vervolgens tot en met 23. Is het continu een hogere inflatie geweest. Denkt u zich in de impact op de werkers. Denkt u zich dat in. Maar if a anat udu ebron sokba lasta adri udu. Dan heb ik het over de positie van de gepensioneerden. Wat moeten die gepensioneerden? Wat gaan die gepensioneerden niet allemaal moeten ondergaan? Daarom, u ziet, we hebben alvast deze coalitie gevormd. Bestaat uit een aantal vakbonden. Een aantal is hier aanwezig, een aantal niet. Ja. Maar we gaan verder. Ja, omdat ook de gepensioneerden, ook overige vakbonden, die zich in onze gezamenlijke strijd terug kunnen vinden, gaan we verder hiertoe mobiliseren. En het laatste dat ik ga zeggen op dit stuk. U weet dat er vakbonden zijn die in onderhandeling zijn met de regering. Meneer Engelaar, Itron Persman. Welkom. Meneer Engelaar, nog een oerkader voor u. Waar was ik? Ja. Dus een aantal bonden, daar zijn we dus nog mee bezig. Een aantal van die bonden, die voeren of hebben onderhandelingen, zijn bezig onderhandelingen te voeren met de regering of staan op het punt om dat te doen. Een aantal hebben akkoorden, deelakkoorden bereikt. Ja, met name de veiligheidsbonden. Ik dacht ook in de gezondheidszorg zijn er een aantal dingen gesloten. Maar dat gaat dus meer om, heer Poel, als ik het juist heb, secundaire zaken van afspraken die er reeds waren. En u moet zich voorstellen dat met deze BTW-verhogingen heeft die dat akkoord geen enkele waarde. Want aher moni gwekba
Ja, als je ziet de impact van die verhogingen. En is meer jaren regering het oké? Dan moet het zijn van, heren, vanwege de verhogingen zijn we in staat jou te betalen. Maar die vakbonden gaan zich daardoor niet in de luren laten leggen. Ze zullen straks voor zichzelf praten. Ze gaan zich daardoor niet in de luren laten leggen. Want we hebben niet gezegd van heren, hoor. Uno van Pai BTW, Sawetaki, verspreid haar belastingdruk, moro rechtvaardig. Ja. No poering brandstof. Poering, bij wijze van spreken, bij valuta transacties. Om een concreet voorstel. De vriendjes voor de casino. Om een concreet voorstel te maken. Poering dapé. Dat verspreid die druk. Maar om op het laatste moment een zaak in die wet op te nemen, waarbij die mensen totaal worden vrijgesteld, terwijl die bepaling stond er in die wet van 22 december 2022. Het stond in die wet. Het is niet uitgevoerd. Dus zou je als regering, evenals je dat hebt gedaan, toen, die bepaling ba, die teken op je parlement ba, of tenminste goed gedoord met het parlement, dus naar voren uit. Kogo luku trasani. Ja. Laten we naar andere dingen gaan kijken en verspreid die druk op een rechtvaardige manier. Ja. Het schrijven dat we naar de regering hebben gestuurd, is u bekend? We hebben ze gezegd van jere, if you don't do that, dan heb je in actie. Ja, en we zijn natuurlijk in afwachting van een reply van de regering op ons schrijven. Dat dacht ik, woensdag is verzonden en it's up to them hoe deze vaak verder zal worden afgewikkeld. Ja, dat was mijn deel. We zijn op 27 juli zijn we geconfronteerd met die wet die wetswijzigingen dat initiatiefvoorstel van Kato en Alumo via de commissie, de evaluatiecommissie van de BTW-wet, waar we mensen in hebben. En die commissie wordt geleid door de Stanley Isaias, die uiteindelijk voorzitter is geworden van die commissie. Die commissie die is bij wet vastgesteld. De wet zegt, na implementatie van die BTW-wet moet er een evaluatiecommissie worden benoemd. Eigenlijk een commissie dat ben benoemd sinds januari, kort dus na de implementatie van die wet of de goedkeuring van die wet, maar het is pas in juli gebeurd, nadat de vakbeweging had aangedrongen op een evaluatie. Die commissie, onder leiding van de Stanley Isaias, die man is uitermate deskundig op dit stuk. En in feite heeft hij toch voor een awareness change gezorgd rond BTW. Want jij dus een langere bestand net voor BTW. Weet je? We zagen BTW zelf als iets dat rechtvaardiger is. Ja, en al dat soort one idea over BTW. Maar heeft een groot stuk awareness change teweeggebracht over het juiste karakter
van BTW. Gewoon omdat hij uitermate deskundig is op dat stuk. Maar in ieder geval, uiteindelijk is er uit die commissie is er een bepaald voorstel voortgevloeid. Ja? We noemen het omnibusvoorstel. Dat voorstel ondersteunen wij als vakbeweging, omdat dat een rechtvaardige spreiding teweeg brengt. En dat voorstel ondersteunen we. En het is zelfs voorgehouden aan de regering, aan de DNA. Alle fracties zijn daarover geïnformeerd. Aan de regering terugkeren. Maar toch zie je welke richting die behandeling is opgegaan. Je hebt van verschillende leden, hoor, heb je aspecten van dat voorstel gehoord. Dus in ieder geval, wij ondersteunen dat voorstel. Ja, en nogmaals, het is dus afwachten wat het antwoord zal zijn van de regering. Misschien wel nog iets over voor de belastingsgeving. Ja. Dus dat is één eis met betrekking tot BTW. Maar we hebben dus gezamenlijk, omdat we ook heel lang bezig zijn met de regering, hebben ook als eis gesteld dat onze voorstellen met betrekking tot de belasting, drukverlichting met betrekking tot loonbelasting, middels het aanpassen van de belastingsgeven, dat we dat ook gelijk gerealiseerd willen zien. Ook gelijk gerealiseerd willen zien. Dus het zijn twee zaken die we eisen. Geef ons een rechtvaardig BTW-systeem. En voor onze belastingdrukverlichting met belasting met betrekking tot loon- en inkomstenbelasting. Voer dat dus gelijk in. Want er is op een gegeven moment, na aandringen, is er een commissie benoemd waar we twee vertegenwoordigers in hebben als de als vakbeweging. Dat is via Rafaxuur gegaan. Maar het is lekker nog mooi een commissie benoemd. Nooit bijeengeroepen voor een vergadering en dat soort dingen. Terwijl we een concreet voorstel hebben. Dat is een concreet voorstel. Ja. Ik kan me herinneren de eerste vergadering hierover met de regering in Rafaxuur verband. Vond men dat men niet op dat onderwerp is voorbereid als aan steluit, want de Belastingdienst was niet aanwezig. Vervolgens komt de Belastingdienst de volgende vergadering. De Belastingdienst, we moesten voorstellen toelichten. Ja, je hebt alle informatie, of we moesten informatie aandragen. Over dat, maar je hebt alle informatie. Ik breng een voorstel uit. Je kan actie niet. Weet u, maar we zagen het als, gewoon als een vertragingstactiek om dat uit te stellen. Dus dat is ook een van onze eisen. Ja? Overigens, we moeten verontschuldigen met een blanker. Met een blanker die heeft het niet kunnen maken. Ja, ook de penitentiaire ambtenaren, de heer. Ja, de politie, beveiligingsambtenaren, BBS. Ja, dus dat gaat dus om de veiligheidsbond. Oké. Geen aanvullingen? En daar wachten we op u. Maar heeft u daar in het ultimatum? Ja, dus we hebben aangegeven dat de regering de aantal bepalingen gaan op 1 oktober in. En we hebben de regering aangegeven dat ze voor 1 oktober
onze afdoend antwoord moeten hebben gegeven. Ja, anders gaan we in actie. Dus eigenlijk praktisch bekeken, daarna de komende week uiterlijk moeten we antwoord krijgen. Want het is de laatste week van september. Of tenminste, de komende week verloopt het ultimatum, laat maar zo zeggen. Want u heeft dat van de belastingschrijver ook aangehaald. Ja. En we weten dat u al lang tijd hier moet gaan. Ja, klopt. Maar in feite moet u het zien als hetzelfde wat er gebeurt met BTW. Ja toch? Omdat men bepaalde groepen niet wil aanslaan wat de belasting betreft, dan kiest men voor de weg van de minste weerstand. Ja toch? Dus steeds komt die druk op die werkende klasse. Toch? We hebben sinds Agaibersing, sinds de gesprekken over het herstelplan, hebben we voorstellen gedaan van Goluku aan goudsector met name. En niet alleen de kleine goudbedrijven, maar de Biggie Wang. Belofte van minister Agaibersing toe, van jou gaan ze auditen en zo. Omdat er zijn cijfers, en het is berekeningen, zijn cijfers, concrete cijfers, data, dat eigenlijk hun wat ze betalen aan belastingen, de grote grootmaatschappijen, in feite zou dat meer moeten zijn op basis van de productiegegevens. Weet je, het zou meer moeten zijn. Dus, als je dat zeker wil weten, in doorlicht ding toch, in audit ding. Samen mag, ja, in actie van audit van hier en al. Een belasting zou je pay volgens zijn wet inschrijven. Ja, dat je kon uit. In ieder geval, een bron van inkomsten voor de autoriteit wordt zo gelaten. Waardoor je steeds terugkomt op maatregelen waarbij de druk op de schouders van werkers wordt vergroot. En daarom draalt men ook als wij vragen om belastingverlichting, want die nog een tik ammonie per ammonie. Ja, Geer. Ik ben een beetje laat, maar wat je wat is er eigenlijk besloten? Nou, kijk. Ja. Er is een ultimatum gesteld. Er zijn twee eisen, laat me dat zo zeggen. Er is een eis, niet uitvoeren van de maatregelen voortvloeiende uit de wetswijzigingen. Ja, andere voorstellen die er zijn, dat uitvoeren, want dat die druk ja, wordt te groot, toch? De impact is te zwaar. Tweede is verruiming belastingsgeven. Verlichting, druk, loonbelasting. En daarvoor is er een ultimatum gesteld dat eigenlijk, als je het goed bekijkt, volgende week. Eén van de maanden. Verloopt. Dus dat is eigenlijk de essentie. Weet je? En, dat zijn de eisen die zijn gesteld. Ja. En als dat ultimatum wordt gehouden? Nou, we hebben aangegeven in actie te gaan, dus dan gaan we natuurlijk. We zijn al samen bij elkaar. Intussen zijn we ook bezig met andere groeperingen, andere vakbonden, ja, om de zaak te joinen. Daar gaan we actievormen moeten uitwerken. Worden het straatacties? Ja, dus dat zien we wel. We zien wel, when we reach that bridge, we cross it. Ja, straatacties, ja. Bij de steen, hè, man. Dus, straatacties. Ja, maar straatacties heeft natuurlijk verschillende vormen. Dus, maar in ieder geval, we gaan die druk op de regering
moeten verhogen. Ik heb nog een vraag. Oké, de kritiek op de bonden is er ook al verruimd voor vader, want je merkt het ook steeds in die lijkt dat je kan komen, dat de mensen zeggen, jullie zijn omgekocht en dat jullie daarom hoe gaan jullie daarmee om? Hoe denken jullie dan? Ja, de dus, mensen achter zitten krijgen. Ja, dus hier en al. De mensen die vinden dat we zijn omgekocht, die bewijslast, nee, maar die bewijslast is bij hun. Dus ik zeg voor mezelf, van hier en al, ik vind dat het maar bij mij, dat ik mee aan het doen ben, dat bewijs me. Ik zeg het al. Mijn ego had me idee. Over. Maar even. Over naar een factuur, de man dat pek. De man dat de man go actie de man, zo tjouw me de man, ja. Dus... Ik heb de bewijs las de naar de smaak. Is dat zo? Samen dat ik weer niet zou meer. Wij zijn voor overige, zeker uit C47, en ik zie dat je het ook merkt bij de overige vakbonden die hier zijn. Wij zijn in continu contact met onze leden. Als C47 hebben we een andere structuur, we zijn meer particuliere bonden. Ja. De overheidsbonden. Als het nou is via onderhandelingen en dat soort zaken, zijn continu met hun mensen bezig. Dus dat is eigenlijk onze focus. Ja toch? Dat is onze focus. Ja, dus. Die beschuldigingen, die komen dus vaak. Vaker van mensen die buiten die structuur zitten. En kijk, voor een groot deel, want hoef je dan gewoon kwaad te spreken natuurlijk. Maar want deel, hoe kan ik dit kwalijk, omdat eigenlijk dit man een sap aan worden zou doen, dagelijks. Weet je, misschien dat we daar weinig bekendheid aan geven, maar we zijn dagelijks bezig. Weet u, in de particuliere sector moet u weten dat we continu overeenkomsten sluiten. Ja, voor wat betreft verbetering, aanpassing van voorzieningen en dat soort dingen. Weet je? Maar uiteindelijk, wees iets rotte om een CAO, om een verbetering, ja, van toelagen, naar de maatregel die zie, heeft het geen enkele zin. We hebben afgelopen periode, zijn we... Om in te spelen op de situatie bijvoorbeeld, daar zijn we dus overgegaan in bepaalde bedrijven op een benzinetoelage. In liters uitgedrukt, gebaseerd op de unleaded prijs van Sol. Ja toch? Tram op 90 liter, tram op 50 liter, tram op 60 liter. Ja, en dat kregen de mensen uitgekeerd. Op de dag van dingen wordt de prijs vastgesteld, toch? Op de dag van uitbetaling wordt de prijs vastgesteld. Maar hoe lang gaan de mensen het kunnen uithouden daarmee? Want aan haar benzine wang ego omhoog. Dus al die verhogingen worden illusoor. En vandaar dus dat we deze houding aannemen en deze acties gaan uitvoeren als dat moet. Als zaken die worden. Ik doe een beetje erg om mijn stem u aan te doen. Klopt. Dat is vaker gezegd, toch? Vakbondsleiders, de huidige vakbondsleiders worden omgekomen. Weet je niet, omkoelbaar, tenminste, toch echt niet. Ik heb je gezegd, daar eerder heb ik u aangegeven. Ga ze zoeken bij Rafaxur, heb je een klein deel daar. Die zijn omgekomen. Die leiders. Zijn omgekocht. Maar laat me dat dit van zeggen als color. Ik heb aan mevrouw Beutens al eerder gezegd dat wij niet slapen, wij van de kol en de lidorganisaties, we slapen niet. We hebben een aantal dagen terug de opdracht gegeven aan alle lidorganisaties, en er zijn veel, ga ze niet nu noemen, om ALV's te beleggen met als agendapunt onder andere de heersende sociaal-economische situatie in ons geliefde land Suriname. En we hebben gezegd, ik moet terugkomen met mandaat. Omdat wij komende maand
Het kan beginnen, het kan eerst twee. Gaan we acties ontketenen. We verpauperen als rokkoman, rokkoma, als landsdienaren, gepensioneerden. Niet te vergeten de groep gepensioneerden, want die ondersteunen ons ook. Als ze ook op straat moeten komen, gaan ze ook op straat komen. Dat mag je wel van ons aannemen. Ze zijn bereid om die strijd aan te gaan. We verpauperen allemaal. Met alle maatregelen van dien die die overheid, die centrale overheid neemt. De heer Robbie Berestein, collega, heeft het al aangegeven. Met een BTW-wet. Waarbij de mensen niet zijn gehoord. Er is een commissie die heeft aangegeven van Assan aan de boom. Als we alleen kijken naar benzineverhoging van 5 naar 10%. Weet u wat de gevolgen zijn voor u en voor ons? Laat het gezegd zijn. Meneer Berestein heeft gezegd, we gaan voor BTW nu, voor dit moment. En we gaan praten over dat van verruiming van die belastingsschijven. Dat zijn die twee. Maar los van deze dingen hebben we een aantal zaken die we zijn overeenkomen met die president van de Republiek Suriname. Die zich niet heeft gehouden aan die afspraken. Er zijn er genoeg. Maar daarover, we hebben dus dit, in dit kader ga ik dus niet aangeven, maar zijn genoeg. En ik ga waarschuwen. Er is een schrijver gegaan met een ultimatum dat gesteld is aan de overheid, aan de regering. Maar wij gaan geen genoegen nemen met een telefoontje of met een schrijven waarbij we worden uitgenodigd. Netjes, mijn jongens, meisjes, komen jullie praten, coalitie van bonden, komen jullie praten. En zeggen van, ai, dit en dat. En die dingen hebben we niet. Mooie woorden, want wij kunnen u aangeven wat wij met de president zijn overeengekomen op 7 juli. Kijk hier. Stukken die er zijn, getekend door tenminste de gemachtigde van de president. Er wordt niet meer over gesproken. Betekent dus wanneer we straks op tafel gaan zitten en zeggen mooie woorden en we gaan een overeenkomst tekenen. Brangassa, rokoma, rokoma. Uitvoeren, terstond. Dan pas gaan we zeggen van opheffen van acties of wat. Als het zover mag komen. Ik hoop niet dat het zover komt. Dus dat is een gegeven. Maar er is de eerste niet echt een eenheid en daarom bereiken jullie toe. Wij demonstreren die eenheid maar nu. Maar iedereen is hier. Ja, maar die samenleving, het komt nog. Wat is samenleving? Zijn die andere wijze van de hoofd? Ja, dat is het syndicaat. Die mevrouw is hier. We hebben getracht, ze hebben gepoogd om een ALV te beleggen. U heeft het zelf gemerkt. Mevrouw Beutus was erbij. Maar neem niet weg. Dat de mensen niet bereid zijn. Het moment was misschien niet gunstig, maar wij hebben gezegd, wij gaan ook in hun vrije dagen, vrije tijd, gaan we ze uitnodigen. Totdat het moment is dat ze zeggen van, hé, we moeten lijfelijk aanwezig zijn. Want we gaan niet gewoon even thuis blijven en dan merk je niks van een actie. We gaan laten zien hoe powerful we zijn. Maar wat? Oké, meneer Berestein. Even, wat kan dat zeggen? Kijk, wat is samenleving ook zeggen? Maar die samenleving ook zijn onhemoverende redenen, we gaan blijven doorgaan. Zo. Dat is ons werk. Ik denk dus dat de vakbeweging altijd in dit soort pieken en dalen is gegaan. Ja, van geen geloof, minder geloof, groot geloof. Ja, maar whatever. Als we onze belangen willen beschermen, moeten we gewoon doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven volgens donkere hier wat koe. Omdat de samenleving, we willen die samenleving geen geloof meer in. Wabif doen ook op bedoel. Zolang ik doe man. Ja, zolang ik doe man. Ja, en dat is onze verantwoordelijkheid. Weet u? Er zijn interne, externe factoren die natuurlijk van invloed zijn op het werk. Ja. Maar ik denk dus dat we, zolang we rechtvaardig bezig zijn, ja, dan una keus godoro. Dan wanneer vrede niks? Nee, wanneer vrede niks. Vrede niks, dat is niet meer. Tijd waar ook, die is jabijer. Kofun om is hier. Maar hij zegt, is geloof, is overtuiging. Dat is het wapen wat je daar tegen moet gebruiken.
Dat is wat we door gewoon. Zeg maar dat was een factuur van de kant. Wat zei je? Ja. Meneer Bernstein, maar die samenleving gaat dan verwijderd tegen de pieken en dalen, omdat je een eigen woorden hebt. Ja. Waarom zou ze nu geloof in jullie moeten hebben dat het niet wel anders gaat? En dat er nu toch wat. Dat het niet zou gebeuren, dat het verbeterd zou worden. Ja, dus ze moeten ons gewoon blijven volgen. Ze moeten ons gewoon blijven volgen. Ja. Mino kan ook dat geloof in de idee. Ja toch? Ik denk volg. Zou je doen? En laat ze op basis daarvan beoordelen. Weet je? Dus dat is het enige. Meneer Ganes. De kruik gaat net zo lang te wachten tot die barst. Na een van deze man zullen ze dat merken. U ook, niet alleen, niet wij alleen. U ook, u allen zullen het merken. En het moment is aangebroken. Afurukba. Afurukba, dus we roepen ze op. Chago, chago. Chago, 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 wat is dat? Takkie man, chago. Theafis man, dat vang je de eerste slaap. Je moet nagaan. In feite heeft de totale, alle sociale partners hebben een probleem met die BTW. Met die BTW-wet, zoals het is. Wat heeft ook zijn negatieve invloed op bedrijfsleven? Ja? Daarom zei ik ook, hoeveel invloed te vieren maar dat niet. Weet je? Maar van hun kant hoor je niets. Problemen zijn. Weet je? Wij, omdat we weten dat onze belangen in het geding zijn, dat weet ik af. Een lied. Ja, maar de verhoging van 5 naar 10% is niet in de lucht komen vallen. Het is allemaal in DNA behandeld. Er is een periode geweest. Waarom hebben we toen niets van jullie gehoord? Ik heb aangegeven hoe die sluiproute is gevallen. De vorige keer. Ja, klopt. Maar dat zijn nog maar vragen. Kan die bij Jongo? Maar beter. Kan die bij Jongo? Ja. De afgelopen periode zijn er verschillende IRS-resistieren voor de dame. Ik heb een stukje gezien voor de vakbonden. Ik heb. Ja, en nee, als vakbeweging, RAF-acteur, heb ik een meeting meegemaakt met de missie, die hier was, en ons betoog was inderdaad de druk van het totale herstelplan op de schouders van de werkers. Die onevenredige druk. En niet specifiek belastingdruk alleen. Ja, maar van het totale herstelplan. Dat was onze de rode draad van ons betoog naar de IMF toe. Natuurlijk had je andere inzichten van overige dingen. En met name. Van de overheidsvakbond binnen de RAF-acteur was het, we willen onze loonsverhoging hebben. Ja, maar de evaluatiecommissie, waar we ook in vertegenwoordigd zijn, geleid door de heer Stanley Isaias, die heeft ook over dit onderwerp diepgaande besprekingen gevoerd met IMF. Over sommige aspecten waren ze het eens, over sommige aspecten waren ze blijven op hun standpunt. IMF is ook voorstander van 5 naar 10. Ja. Maar IMF is ook voorstander, is wel voorstander, in tegenstelling tot die regering, van ook het spreiden van de belastingdruk naar die kapitaalsgroepen, laat me het zo uitdrukken. Weet je? En
Maar wij kijken naar onze, onze belang. Ja? Wat het IMF betreft, misschien zou het goed zijn dat u daarover praat met de mensen van de commissie. Er is, weet ik, een schrijf gegaan van de commissie naar de regering om aan te geven wat de effecten zijn van de wet. Maar voor een groot deel hoor, de effecten vanuit het bedrijfsleven, ook voor het bedrijf, maar ook voor de vakbeweging. En de regering is ook gevraagd van heren, contact naar de IMF baka. Om de mensen te wijzen duidelijker nog, of ten overvloede nog, op de aspecten van hoe meer dat, die wetswijzigingen. Weet u? Want er moet volgens mij nog een laatste meeting komen tussen de regering en IMF. En vanuit de commissie wordt gevraagd om een meeting te hebben voor de laatste, hun laatste meeting met IMF over dat hele, die laatste tranche. Ja. Dus er zijn meetingen met IMF inderdaad geweest. En ik denk dat ze genoegzaam op de hoogte zijn van de inzichten van de vakbeweging. Want ook het omnibusvoorstel waar we het over hebben, is aan ze gepresenteerd. Hoe zit het met de hoe zijn de banden daar? Want ja. Ja. Dus laat me dit ervan zeggen. Er zijn meningen in Ravaksuur. De chowmen eters. Nee. Er zijn meningen in Ravaksuur die geen probleem hebben met deze btw-verhogingen. Ja toch? Ze hebben geen probleem daarmee. Ja toch? Ze zeggen van jere, if een verhoging voordoen, ja, dan landt die campagne niet meer verhoging. Maar dat is natuurlijk een vet zijn broekvak verhaal. Want dan landt hij op een verhoging uit je eigen zakka. Ja toch? Wij zeggen, we zijn ook voorstander van die verhoging. Maar met een verhoging moet je een trapresie. Dat zeggen we. Weet je? Dus, op dat stuk denk ik dat we elkaar niet kunnen vinden. Ja, vandaar dat we zo ook nog weer de maar doen aan kogen voor actie. De regering ziet er een factuur meer als gesprekspartner. Maar die voorzitters hebben ook nauwelijks gewonnen achter zich. Nee, maar formeel blijft dat zo. Daarom zijn we dus niet als CC van de UNO. Ik moet een factuur. Ja? UNO, wat ben je een wat zei je? Ja. En als het nodig is, gaan we ook naar de meetings met de regering. We zitten bijvoorbeeld in tripartiet overleg. Ja. Weet je, dat ik gewoon. We maken ons punt. Weet u, omdat dat zijn de afspraken van sinds Sting. Ja, van kijk, hier, gesprekspartner, vakbeweging, is er afactuur. En dan wordt er weer een moment geplaatst. De regering weet al, want de onderwijsbonden hebben het al vaker aangekaart dat ze waarschijnlijk als zaken die opgelost worden per 1 oktober in actie gaan. Mm-hmm. En nu zegt iemand dus dan ben u erbij gehaald en dan gaat u aangeven dat we in actie gaan, dus er gaat niks gebeuren. Oké, maar dat zou je niet zeggen. Want net op de vraag, als het ultimatum niet is gehaald, wat gaat u doen? Dat ik al het plan klaar heb, maar u zegt, ik weet het nog. Maar dat is niet, maar u zegt, ik weet het niet, we gaan. U moet een beetje geduld hebben, mevrouw. Maar ik vat het voor ons actie. Als u het ultimatum stelt, laat meneer Paul weer het woord. Laat hij iets zeggen over het ultimatum. Maar dat is een aangelegenheid tussen ons en onze leden. Ja toch? Heeft u een persconferentie beleggen? Ja, dat we informeren u. Dat is actie.
En voor de rest gaan we met onze leden bepalen. Ja, ja, ik kom. Zo'n actiemodel. Meneer Paul wil erop reageren. Alsjeblieft, meneer Paul. Maar kost een jaar, kom ik van ja. Meneer Paul, van ja toe, je mag zijn van ja op. Ivan. Kai. Ja, ik wil even ingaan. Omdat ik verschillende zaken hier aan tafel heb gehoord. En vragen vanuit de pers. En heel goede vragen natuurlijk. Maar ik wil toch even ingaan op het laatste wat u heeft aangegeven, mevrouw Eik. Ik hou van ervan wanneer reporters zo assertief en flink zijn. Ik heb ook verleden een interview van mevrouw Beweetjes gevolgd. Heel goed hoor, ik zal niet noemen welke, want straks word ik opgepakt. Maar goed. Een heleboel bonden zijn nog niet erbij. Vanaf het begin is het aangegeven dat wij zo zijn gestart. Maar wij sluiten ook niemand uit. We zijn bezig met iets dat eigenlijk de hele samenleving regardeert. Dus je gaat ook niet iedereen uitsluiten. Er is ook aangegeven dat er geen geloof meer is in de vakbeweging. Ik kan mensen niet kwalijk nemen voor een mening. En vanwege misschien ervaring van bepaalde mensen. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Je kan niet iedereen onder één kam scheren. En mensen moeten ook leren hun verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Want iedereen is een Facebook-fighter. Iedereen vecht op WhatsApp. Iedereen heeft zoveel commentaar. Maar wanneer er acties worden uitgeroepen, waar is de samenleving? Wat zijn ze? De vorige regeerperiode, en ik praat niet voor een regering. Ik geef gewoon aan wat de realiteit is. De vorige regeerperiode is er aangegeven dat IMF Nom Kong. Er zijn duizenden mensen op straat gegaan. Duizenden. Deze regeerperiode, dezelfde regering die toen de oppositie was, is weer gekomen met IMF nu. Er zijn verschillende groepen opgekomen, waaronder in staat tot 6. Waar was de gemeenschap? Dus ik vraag me af, heeft men geen geloof in die vakbeweging of heeft men geen geloof in zichzelf? Want wanneer we hier zitten en wij praten over een brief die is geschreven naar de president met betrekking tot effecten die ons allemaal gaan raken wanneer het gaat om de BTW-wet, dat denk ik niet dat wij moeten zitten en zeggen, hey, meneer Brieb, meneer Paul, of hey, meneer Brieb, dit of meneer Brieb, dat. Jij moet ervoor zorgen dat je erbij bent, want ik ben erbij. Ik weet niet van de rest. Ik kan niet praten voor de rest. Er zijn werkelijk fouten gemaakt, ja. Maar ook in huis maken je ouders fouten. Wat ga je doen? Je long wil je baossen of je dasisi? Nee, toch? Leden moeten leren dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben. If you find dat je bestuur in de wansansan, bongo, wat kan met die tak naar je bestuur? Ga kijken wat is werkelijk de realiteit. Want soms hebben de mensen het ook mis. Ik zal je een voorbeeld geven van iets op dit moment. Dat in het academisch ziekenhuis speelt. We zijn binnen een jaar 3 keer gedacht voor het gerecht. Waarom? Welke bond wordt gedacht voor het gerecht als jij niet opkomt voor je leden? Daar heeft men toch niets aan. En zo zijn er ook andere bonden die zijn gedacht voor het gerecht. Net hoe wij strategieën hebben, zo heeft de regering of jouw werkgever of jouw tegenstander ook strategieën. Ik zeg mijn leden altijd één ding. Dan gaan niet altijd zoals wij willen, zo snel als wij willen. Want even naar mijn teken op papier, zoals de mensen nu. Hun overbruggingstoelage en wervingbehoudstoelage moeten ontvangen. En de regering komt nog steeds niet in, terwijl er voor de rechter is aangegeven wanneer het wel of niet betaald moet worden. En in september moet het betaald worden. Dan begrijpt u, dat komt iedereen naar de vakbeweging. En die mensen hebben een klakbord nodig. Dus ik neem de mensen niet kwalijk. Maar ik roep de mensen ook op, je moet niet kijken naar jouw bestuur op dat moment. In die zin van jouw bestuur de schuld geven. En nou, jouw bestuur is bij jouw amonie. Toch, we moeten kijken naar die werkgever die zijn plichten of zijn verantwoordelijkheden of de afspraken op dat moment niet nakomt. Dat wilde ik zeggen op dat stuk. We hebben een ultimatum gesteld. En u vraagt wat wij gaan doen. Maar wilt u echt dat mijn tegenstander ook precies weet wat ik ga doen morgen? Nee toch. Dat doen we niet. Ja toch? If you plan a takje voor me, dan begin je met takje voor me of je nog kan tapen op plangen. Hé, meneer Pomo kan op plangen naar Itaputamara. Dat moet ik. Want is er een toch voor zich komen. Toch? Dus vanuit strategische overwegingen
zullen wij ook niet precies zeggen op dit moment wat wij zullen doen. De vakbeweging heeft altijd plannen. Van A tot en met Z hebben wij. De vakbeweging handelt vanuit momenten, situaties. En op dat moment wat de situatie vereist, dat is dan wat wij zullen doen. Ik heb wel één ding gezegd en dat mag u weten. Kijk, wanneer je bundelt, en ik ga het gewoon zeggen, wanneer je bundelt, moet je weten, jouw bundeling is zo sterk als de zwakste schakel. We hebben het pas gehad tijdens die ziekenhuisbundeling. We hebben volhard, alhoewel er tenminste één weg is gevallen. We hebben volhard en dat is belangrijk. Ik zeg wel, u vraagt wat we verder gaan doen en ik hoor een opmerking, comment. Jammer dat ik die comments niet kan lezen, want tijdens die lijst van jullie lees ik graag. De mensen zeggen we zullen in de actie komen. Ik ben wel iemand anders. En daarom ben ik niet iemand die van tevoren gaat zeggen ik ga dit doen of ik ga dat doen. Want mijn loop zwaar me brak. En heeft me tegen dat mijn klapje breekt me mijn klapje. Toch? Yes. En dat met mijn tegen is maar mijn bedreigsma. Yes. Begrijpt u? Wanneer het moment daar is, vraag ik wel naar één ding vanuit deze bundeling. Ik vraag het naar mijn collega's toe. We don't. Hoe moet ik het zeggen, meneer? Retreat of zo? Retreat? In elk geval, we hebben back down. Ja, we doen retreat. Ja, toch, we hebben eisen gesteld. Nou, als de regering je uitnodigt, ga je moeten praten. Maar het praten, zal niet zonder meer zijn. We willen uitvoeringen. Want als 1 oktober dit ingaat, gelooft u mij, we moeten de effecten niet onderschatten. Nu al hebben we kinderen die bijna geen brood, eigenlijk geen brood hebben, toch? Om naar school te gaan het afgelopen schooljaar. Hoe zal het dit schooljaar zijn? 1 oktober of 2 oktober moeten de scholen starten. De buschauffeurs staan al daar in de rij of gereed om actie te voeren, want ze willen een verhoging. Wie zal het moeten betalen? Nu al is het moeilijk voor een aantal mensen. Ik heb een app gezien van mijn shop stewards. Het komt van een lid die duidelijk aangeeft, ik kan nu al mijn auto niet tanken. Als er nog meer BTW op die benzine moet komen, hoe moeten wij verder? De effecten, mijn collega's hebben het ook al aangegeven, maar ik wil herhalen, zodat het duidelijk is voor de gemeenschap. De effecten die dat zal hebben. Iedereen weet dat de benzine verhoog, sanne verhoog. Alles wat je doet in het land heeft te maken met benzine. Dus als al deze maatregelen precies zo door worden gevoerd, nou, men zegt dat zullen we niet meer kunnen. Eigenlijk kunnen we nu al niet meer. Mensen leven met schulden van dag tot dag. Als mij me kwam paai man naar jou, voor paai jou en me kwam paai man dappe, voor paai dat en me kwam tra paai man dappe, op den duur Bosjebrug. De mensen zien het niet meer zitten. We horen van die verhangingen. Komt niet zomaar en zo zijn er een aantal zaken. Ik stimuleer geen criminaliteit. Maar een hungry man is een angry man. En we moeten het niet zo ver laten komen. Dus ik vraag hierbij mijn collega's die nog niet erbij zijn. In afloop mee, zeg ik iedereen altijd. Maar laten we voor het belang van onze leden opkomen. Laten we de koppen bij elkaar steken. Toch? Ik kom, toch? U heeft aangehaald. Als die zwakke schakel bindingen heeft met de regering en dan een grote groep zoek komt, dan lukt het toch niet. Daarom heb ik het ook aangegeven. Behalve jouw leider heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Bij mij in de bond, ik was toen nog geen voorzitter, maar al ben ik voorzitter, zeg ik mijn leden ook, je hebt een verantwoordelijkheid. Zoals er een groep leerkrachten is opgestaan zonder een leider. Zo iedereen moet dat moet ook kunnen. En als je een vuist hebt. Toch, want je gaat die dingen, die situaties ga je altijd hebben. Ze waren er altijd. Ik heb je een voorbeeld gegeven. Laatst hebben we het ook gehad. Toch, tijdens die bundeling van de ziekenhuizen. Het ging over die overbruggingstoelage. Er is een band weggevallen. Maar we zijn doorgegaan. Ik ben voor de rechter gedaagd. Er is geen vonnis, maar we zijn wel in het gelijk gesteld. De rechtszaak is nog niet afgelopen. Dus voor een groot deel ligt het ook aan jezelf. Geef ik op en voor mij is opgeven geen optie. Maar aan de andere kant is het ook. Is het, maar aan de andere kant, Carla. Een correctie. Wat de president heeft vaker aangehaald. Wat er ook gebeurt.
IMF-programma moet uitgevoerd worden. Dus dat betekent eigenlijk ook, al voeren jullie actie, het IMF-programma moet uitgevoerd worden. Maar er is ook, aangegeven, mevrouw Boetius, niet alles dat men doorvoert is een eis van IMF. Ja, u heeft toch zelfs interviews? Nee, maar klopt. Als het zo goed uitkomt, dan zeggen ze IMF. Ja. Als je IMF praat, zegt IMF nee. De regering heeft dat. De regering. Weet je, maar overigens. Overigens. Men houdt die grote groepen zo. Maar individuen hebben wij ook zo. Ja toch? Ja, ga even naar nog. Wat vertegenwoordigen die individuen? Weet je dus? Men gaat die groente zo goed zoet kunnen houden. Ja? Dus wat dat betreft, gaan ze op. Maar ik ga even naar een koude kermis thuis komen. Even ben ik het hier, even maar op de man die ze dan. Ben ik klaar van het bewegen. Want dat is niet zo. Want vakbeweging, ik ga gewoon toe maar hoe lang, vakbeweging na. Uno, nanga uleden, nanga lasma. Vaker wordt gezegd, waarom kon de politiebond wel dingen bewerkstelligen voor haar leden, maar de andere bond niet? Kijk, niet alleen de politiebond heeft dingen bewerkstelligd. Ook AZP heeft dingen bewerkstelligd. Ook andere bonden hebben zaken bewerkstelligd. Het probleem is, wanneer men naar zaken kijkt, soms moet je... Ik ga de politiebond niet bespreken hoor, maar de situatie ga ik even bespreken. Soms moet je ook kijken naar wat er achteraf gebeurt. Ja toch, wanneer men je roept en men doet beloftes, dan moeten we kijken. Ik zeg het altijd, uitvoering, u heeft het gehoord, er zijn zaken hier getekend. Verleden zijn we voor de rechter gedacht met een stuk dat is getekend. Ja. Toch, maar bij de uitvoering moeten we kijken, heb je werkelijk iets gehad of niet? Ik heb een zeer, een lijkt me woorden even kiezen hoor. Maar een onaangenaam ding voor mij als vakbondsleider verleden meegemaakt. Waarbij de leerkrachten zaken is beloofd. En op den duur heeft iemand van jullie ze geïnterviewd. Misschien bij u. En vraagt aan de president, zegt aan de president... De leerkrachten zoeken naar u. En de president zegt, ik zoek ook naar ze. Begrijpt u? En toen hadden mijn leden ook aangegeven, kijk, die leerkrachten hebben alles wat ze hebben geëist gekregen. Laten we kijken naar de realiteit. Ik ben niet iemand die van tevoren begint te schreeuwen. Goed analyseren, goed naar die hele situatie kijken. Dan ga je objectief een antwoord kunnen geven daarop. Keer denk. Want we praten over het syndicaat, maar het is vals aangesloten door al die andere onderwijzen. Want die zeggen, dat doen we niet en die zeggen, we leden gaan niet. Dus ik ga het syndicaat wel kracht. Voordat ze het antwoord geven, misschien kunt u in die appgroep kijken hoeveel leden we hebben. 4000 leden. Van de 11.000, 10.000 zoveel. Syndicaat, aangesloten. Contributie, contribuerende leden. U mag een keer eens kijken, maar vluchtig, hè? Ja. Want het is een ledenlijst. Maar goed, gaat u gang. U mag antwoord geven op de vraag. Oké, als ik de vraag goed heb begrepen. U hebt dan... De vraag is dat u wilt weten of het syndicaat kracht heeft om de strijd aan te gaan. Nou, het syndicaat heeft sowieso kracht. We hebben ons gebundeld. We zijn onder de call. Met andere lidbonden. Sorry. Met andere lidbonden. Kijk, als onderwijsbonden niet samen willen komen, dan moet je kijken waar de bonden zijn die wel samen willen komen om de strijd aan te gaan. En we gaan keihard de strijd aan met de overige bonden. Ja, maar die traditionele bonden die houden zich. Ja. Ja, wat wij hebben getracht te doen is om ook contact te krijgen met deze mensen, met de traditionele bonden, maar die weigeren het gewoon. Dus wat hun probleem is, weet ik niet. Het kan zijn dat ze op de schoot van de regering zitten. I don't know, ik wil niemand gaan bespreken. Belangrijk is dat we willen opkomen voor de mensen. Dat is het belangrijkste.
Maar laat me zeggen dus dat er wel contact is geweest met de... Met de... Met de fonds. Ja? En... De fonds... Althans... De president van de fonds is het totaal niet oneens met ons. Ja, alleen heeft de fonds een bepaalde besluitvormingsstructuur. En die... Die... moet eerst geraadpleegd worden. Ja? Dus gaat u ervan uit dat de fonds ook bezig is. Maar dat is wel elke keer zo. En daarna hoor je dat ze niet. Want dat vaker gehad. En wat hoort u daarna? Daarna zitten ze thuis voor een dagje en gaan ze weer werken. Ja, ja, ja. Maar laat me zeggen, het hangt denk ik van de issue af. Hangt van de issue af. Dus ik hoop dat deze issue ernstig genoeg is. Is bijna, af wat de Sanne-Koutap is bijna een soort levensbedreigende issue, laten we het zo zeggen. Ja, maar als het voor hun, als het een andere issue. Als het voor hun zo ook van die dus van die waarde. Dat is wat ze zichzelf toch ook al doen. Sorry? Nou, dus kijk, meneer, het is de vakantie. Ja, misschien heeft dat ook beïnvloed die meeting die de AMO bijeen is geroepen. Maar ik ga ervan uit dat die issue dus wel veel ernstig genoeg is. Dus kan deze man op door het zo tekenen. Weet je, daarom ook deze persconferentie, om die awareness beter om van hé. Hey, want mensen staan er voor mij niet bij stil. Weet je, en wat we niet willen dat daar aan het voeren door, maar dat nou ook om. Weet je. Ik hoop dus dat de zaak ernstig genoeg voor ze is, dat met hoe... Hoeveel banden zijn concreet wel betrokken? Waarvan jullie nu als zeker niet gevangen? Dus het gaat om C47. Het gaat om... De call en dit bonden. Het gaat om de bonden. In de volksgezondheid, die bundel van de volksgezondheid. Ja, men één, ja. Zoals wanneer... Zoals Popolen zegt. Ik was de heer Bonde, dus men één. Men één. Men één. Men één. Ik heb iets van men één gezegd. Nee, nee. Het is eigenlijk... Een bundeling bij de men één pa. Bundeling. En je hebt de aantal anderen. Je structurele bonden, de veiligheidsbonden. En nu zijn we bezig met een aantal andere bonden. We gaan natuurlijk ook de gepensioneerden erbij betrekken. Maar zijn die banken ook? Die banken zijn we gezien dat bij de acties die banken hadden gewoon over. We zeggen het bedrijfsleven voelt het ook, maar zeggen niks. Nou, want de banken waren wel gesloten hoor. Ze waren gesloten. Alleen is man ook aan de straat. Want die. Ja. Ja? Maar ze waren gesloten. Weet je wat, dat was... Het vries. No. Nee, ik moet... Dat is kijk. Het protest. Ja. Ja. Nee, het protest. Dat kan. Maar ik moet u eerlijk zeggen. Met sommige van de directie is er een hele goede samenwerking. En die sluiting is in overleg. Met elkaar te schieten. Overleg met elkaar. En ik doe geen concreet om. Dus. Die elektriciteitsissue was het toen. Weet dan? Die onderdachte verhoor van die elektriciteitstarief. Dat was die issue toen. Dus toen is het ook stopgezet. En hebben we gezien dus dat die energietarievencommissie is ingesteld. Oké. Mensen. Bedankt. Ja. Strijden voor strijd! Windows of vrede! Strijden voor strijd! Windows of vrede! Mis dobre si lo hago.
Ik heb het niet.